Ik ben Alfred Verspijker, ik ben directeur van Verspijker Infrabouw. Nou, wij zijn een familiebedrijf die projecten realiseren in de infra. Waarbij eigenlijk de samenwerking met onze opdrachtgevers, het thema duurzaamheid en de veiligheid eigenlijk voorop staan. De onderscheiding maken wij echt wel dat wij hier echt alles zelf doen. Dus we maken een eigen bekisting, we hebben een eigen betonwerkplaats, staalwerkplaats, heel veel eigen materieel. Eigen mensen gelukkig allemaal nog, ook vakmensen allemaal. We doen eigenlijk alles zelf. Dat is het hele mooie van Verspijker. Ik geniet ontzettend van de sfeer die hangt binnen van Spijker. Je hebt echt het gevoel dat je onderdeel bent van de familie eigenlijk. En daarnaast geniet ik ontzettend van het werk wat ik doe, door de afwisseling in de werkzaamheden. Je weet eigenlijk nooit van tevoren wat een dag gaat brengen. Er hoeft maar één belletje binnen te komen vanuit de uitvoering of iets loopt even iets anders. En je moet toch ad hoc weer dingen oplossen, regelen. Dat geeft ook wel een kick. Soms is het wel lastig om nou ja, ergens een directe oplossing voor te vinden. Maar als je aan het eind van de dag dan terugkijkt, denk je van ja, we hebben dat toch allemaal weer mooi opgelost met elkaar. En het project loopt weer door, planning wordt gehaald. Dus nou, dat zijn ook wel een beetje de uitdagingen, zeg maar dat maakt het ook wel leuk. En zo is elk project ook weer anders. De ene keer ben je echt bezig met rioolkruis. De andere keer ben je bezig met een knooppunt. De volgende keer is het voor een particulier, ProRail, gemeentes. Dat maakt het werk heel divers en daardoor heel leuk in het dagelijks. Mensen staan ook voor je klaar, zeg maar. Op het moment dat je dat nodig hebt, het is niet van, nou ja, leg het maar op mijn bureau en kijk wel of ik het eind van de week aan toe kom. Het wordt direct opgepakt, het wordt serieus genomen. Nou ja, dat werkt gewoon heel prettig en dat is ook wel een beetje waar wij als Verspijker voor nou ja, onbekend staan, zeg maar. Echt een familiebedrijf en ook het werken met elkaar, zeg maar, het samenwerken. Ja. Afgelopen jaar bestond Verspijker 40 jaar en in het teken daarvan hebben we een bedrijfsuitje georganiseerd naar Vlieland. Met alle medewerkers, inclusief partners, inclusief overnachtingen, hebben we allemaal activiteiten ondernomen. Voor de binding binnen Verspijker team was het ontzettend goed. Mijn motivatie om bij Verspijker te zijn gaan werken is eigenlijk wel dat ik wat meer uitdaging voor mezelf wou. En dat heb ik hier wel gevonden.